Ik zou het heel mooi vinden als we overal in de stad goede plekken hebben waar kunstenaars en creatieven kunnen werken. Waar de buurt wat aan heeft, waar de stad wat aan heeft. Maar een van de dingen die ik ook heel graag zou willen is dat Rotterdam de eerste stad is waar alle ateliers volkomen groen zijn. De ambities zijn groot, zo ook voor het voormalig schoolgebouw aan de Koningsveldestraat. Het is nu nog een anti-kraakpand, maar het komende half jaar wordt er door SCAR gewerkt aan een nieuwe huisvesting voor creatievelingen. Een voormalige school in de Akkerdijkstraat biedt nu al werkruimtes aan kunstenaars. Kan zo'n pand ook inspirerend werken? Ja, absoluut. Het geeft je de ruimte, hè? Het geeft je de mogelijkheid. Maar niet vergeten wat dat voor een winst is als je gewoon ergens bent en je kunt daar aanklooien. Want ik denk dat aanklooien, ja, dat doen we met z'n allen te weinig. Ja, daarmee krijg ik nieuwe ideeën en die probeer ik overal te implementeren. Voor kunstenaars is er een enorme vraag naar werkruimtes. Er staan nog zo'n 300 mensen op een wachtlijst. Voor Chantal maakt in een pand zitten met andere kunstenaars een groot verschil. Je kijkt naar elkaar, zeg maar. Dus dat wel, maar het zijn niet allemaal hele jonge mensen in de zin van dat iedereen al een paar jaar bezig is van zichzelf. En dat vind ik wel aantrekkelijk. Dus ik laat me wel inspireren. Maar ik denk ja, dat een creatieve omgeving, zeg maar, altijd inspireert. Dit is van onze ateliergenoot Arlet. Arlet, ja. Een goede kaart. Leuk, hè? Ja. Dat heeft en een voordeel en het kan ook een nadeel hebben natuurlijk. Het kan ook een dorpje worden. Ik zou het best prima vinden wanneer hiernaast ook een belastingman zat, hoor. Maar het is wel zo dat je hier met mensen zit die weten dat je aan je werk moet kunnen. En die dat werk serieus nemen. Niet dat het in de amusementsfeer komt. Dat is, ja. Ik denk dat het voor een stad heel belangrijk is dat er goed en veel kunstenaars zijn. Dat kunstenaars heel veel kunnen bijdragen aan de stad, aan ook gewoon een gebied. Kinderen kunnen in aanraking komen met kunst, andere mensen kunnen in aanraking komen met kunst. En ja, de kunstenaars kunnen inspireren en dat kan ontzettend goed werken. En je ziet vaak ook, hè, dat het op plekken waar de creatieve sector komt, dat het op die plekken vaak ook wat beter gaat. Dat is ook het streven voor het pand aan de Koningsveldestraat. Er komen een kleine 20 ateliers, een galerie en een kookstudio in. Ik was ooit in Londen en dat was ook zo'n multifunctioneel gebouw. En uiteindelijk kwamen we daar toevallig en ben ik er wel een dag gebleven. Dus eigenlijk wil ik ook zo'n plek neerzetten, bij mij gewoon om de hoek, in het creatieve Rotterdam Noord, waar al heel veel gebeurt, waar je hele leuke restaurants hebt en andere creatieve dingen. Dus ja, daarom is deze plek wel heel erg fijn ook. Er zijn er natuurlijk al meer van dit soort panden in Rotterdam. Hebben we nou nog wel behoefte aan nog zo'n pand? Nou, ik denk dat we steeds meer behoefte hebben. En dat is om verschillende redenen. Ontzettend veel panden waar kunstenaars in zitten, daar worden woningen van gemaakt. Maar deze stad trekt ook mensen aan. Er komen steeds meer kunstenaars. Nou, willen we die stad goed houden, dan moeten we zorgen dat we ook goede plekken hebben voor die creatieve sector. Dat is anders dan in Amsterdam, waar bijvoorbeeld al bijna iedereen die afhankelijk is van wat meer goedkope plekken, die wordt gewoon de stad uitgeduwd. Nou, dat hoeven wij hier niet te doen. Wij kunnen het veel beter doen.